Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we niet veel bewolking, maar dat komt vooral omdat die bewolking heel dicht bij de uh, grond zit. Wat lage wolkenvelden dus, waar de zon in de loop van de ochtend af en toe doorheen prikt, en dan ontstaan er ook weer stapelwolken met een enkele bui. Vanmiddag wordt die bui kans duidelijk groter, vooral in het oosten van het land, en daar kan ook uh, onweer bij de buien voorkomen. Het wordt 22 tot maximaal 24 graden. De wind komt uit uiteenlopende richtingen, is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Vanavond, wat dat betreft, weinig verandering. Nog een paar buien. Oosten en Noordoosten. Maar geleidelijk aan wordt het droog en klaart het wat meer op. En dat levert vooral in de nacht. Op sommige plaatsen weer nevel of mist op. Dat trekt morgen weer op. En dan hebben we een wisselend bewolkt beeld. Een enkele bui langs de kust. Hoewel het daar waarschijnlijk juist helemaal droog blijft. In het binnenland is de buienkans iets groter, met in het oosten mogelijk nog onweer 22 graden maximaal. Zondag wordt het nog maar 18 graden. Er trekt een gebied met meer buien over het land, waarin de middag breekt van het noordwest uit de zon weer door staat vrij veel wind. En Maandag is dan een doorblazen dag. Het wordt 17 graden met wisselend bewolkt beeld, maar het blijft wel droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl